Hallo, ik ben Caroline, de vrouw achter Carola's Kitchen. Carola's Kitchen is voor mij pure verwennerij en zalig genieten van elke hap. Caroline leerde me eten zonder regels. Simpel, duidelijk en oh zo lekker. En ik ben super blij dat ik ook langs deze weg mijn eetfilosofie met jullie kan delen. En die staat voor kilo's groenten, massa's kruiden en een goede scheut buikgevoel. Mega, mega goed. Ik kook dus gewoon gezond en goed. Welkom in Carola's Kitchen. We gaan vandaag voor comfortfood. Zo van dat eten dat je instant blij maakt, waar je zo'n beetje warm nostalgisch van wordt en dat troost biedt. Kortom, iets wat iedereen wel een keer nood aan heeft. En ik heb mij laten inspireren door een Vlaamse klassieker, namelijk balkjes in tomatensaus. Ik kies daarbij voor een vegan gehakt en in die tomatensaus gaan natuurlijk extra groenten. Ik koos voor paprika en pompoen. Die ga ik roosteren in de oven en een deeltje van die geroosterde groenten gaan we straks ook verwerken in een zacht zoete, heel romige hummus. Maar nu eerst de balkjes en ik ga die serveren met penne. En het eerste dat we gaan doen is die penne koken. Dus volkoren penne. En volkoren is natuurlijk de favoriet omdat er veel meer vezels in zitten dan in de witte varianten. Ik ga 130 gram gebruiken. Dat is relatief weinig voor twee personen, of dat lijkt misschien weinig, maar natuurlijk zijn die groenten die zorgen voor extra verzadiging. De Belg eet gemiddeld toch nog altijd veel te weinig vezels, dus kan geen kwaad van hier en daar zo'n keer voor wat extra te zorgen in je maaltijden. Ziezo, de pasta zit erin, dus we gaan onze groenten beginnen snijden. En één daarvan is dus de butternutpompoen. Nu, een voordeel aan butternut is dat je die schil daar perfect kunt aanlaten. Veel mensen zien er tegenop om met pompoen te werken, omdat dat schillen is inderdaad een heel gedoe. Maar als je dus kiest voor deze soort, dan kan die schil daaraan blijven. En ik vind dat zelfs een echte meerwaarde. Dus niet alleen omdat het minder werk is, maar ook omdat dat zorgt voor wat extra beet, wat extra textuur, dat je gerecht alleen maar beter maakt. De pitjes van de pompoen kun je eigenlijk heel makkelijk uithalen met een ijsschep. Dat randje van die ijsschep is zowat scherper dan van een klassieke lepel. Lekker vlot. Deze gaan we in hapklare blokjes snijden. En we gaan een halve butternutpompoen gebruiken. Die een andere is ook heerlijk om te roosteren en dan in een salade te verwerken met bijvoorbeeld wat feta en gewoon een beetje rucola erbij. En je hebt al een superlekker bijgerechtje. Carola's Kitchen draait rond groenten, dus hoe meer groenten dat ik ergens in verwerkt krijg, hoe beter. Dus ik ga in de saus ga ik dat proberen doen, maar ook bijvoorbeeld in bepaalde, als ik veggie burgertjes maak of zo, ga ik dat ook daarin steken. Het geeft niet alleen kleur, het geeft niet alleen smaak, maar ook textuur en natuurlijk extra vitamine en mineralen. Er was een tijd dat ik absoluut geen pompoen lustte. Maar omdat de herfst mijn lievelingsseizoen is en een herfst zonder pompoenen is gewoon niet echt herfst, had ik besloten van ik wil absoluut pompoen leren eten. En je kunt lusten dus wel degelijk leren. Je moet voldoende proeven. En mij is dus gelukt. Pompoen is een van mijn lievelingsgroenten geworden. Zelfs zodanig een favoriet thuis dat Pieter Jan wel een keer klaagt. Of uitkijkt naar de herfst die ten einde loopt. Een andere soort pompoen waar je ook de schil van kunt aanlaten is trouwens kastanjepompoen. Ook een heel fijne om te gaan roosteren in de oven. Die heeft een iets drogere textuur. Dus vandaar dat ik in dit gerechtje de butternut toch wel verkies. Deze pompoen kan al op de bakplaat. Ziezo. De pasta is intussen klaar, dus die gaan we onmiddellijk afgieten. We gaan die ook goed spoelen onder koud water om ervoor te zorgen dat die garing stopt. Die laten we nu even uitlekken. Je moet zeker geen zorgen hebben dat die nu koud zou zijn of zo, want straks warmt die gewoon mee terug op in de saus. Bij de butternut gaat nu ook nog rode paprika en rode ui. Die gaan we ook in hapklare stukken snijden. De keuze voor rode paprika is een beetje persoonlijk. Naast het feit dat de kleur heel mooi is, vind ik die ook wel de lekkerste van alle soorten. Hij is zo meest zoet en ik krijg die thuis ook gewoon het best verkocht.
Groenten zijn mijn passie, omdat ik vind ook dat Vlamingen toch nog altijd vrij voorzichtig zijn met groenten. We hebben onze traditionele gerechten, we hebben ook onze heilige drievuldigheid, het vlees, patatjes en groenten. Dus die krijgen eigenlijk vaak een bijrol en ik vind dat toch een beetje zonde, omdat je er zo mooie dingen mee kunt doen. Ze zijn zo waardevol en ze zijn veel lekkerder dan dat je zou op het eerste zicht denken. Dus ik vind ook niks mooier dan mensen die eigenlijk een bepaalde groente niet zo heel graag eten en dan dankzij Cahola's Kitchen daar toch mee aan de slag gaan en toch overtuigd geraken van een rode biet of een venkel of wat zo meer. En dan nog onze twee rode uien. Dan gaan we onze look erbij persen. Eén dikke teen, oftewel, het zijn redelijk kleintjes, twee kleine teentjes. Ja, geen Cahola's Kitchen zonder look natuurlijk. Maar als je wel moeite hebt om dat te verteren, kun je dat gemakkelijk weglaten. Hè. We gaan de look boven de groente persen. Oké, en dan kunnen we nu afwerken met de olie en met alle kruiden en alles goed omscheppen. Als olie gebruik ik rijstolie en dus geen olijfolie. En de reden daarvoor is omdat we die groenten gaan roosteren op 220 graden. En dat is eigenlijk een te hoge temperatuur voor olijfolie. Rijstolie kan daar wel tegen. Dat mocht je verwarmen tot 240 graden. Je kunt dat kopen gewoon in de supermarkt. Of kies voor een andere olie die tegen hoge temperaturen kan. En dan lekker veel mediterrane kruiden. 1 theelepel oregano. En een halve theelepel basilicum. Nu nog voldoende peper en zout erbij en dan goed omscheppen. En dan kan dat 20 minuutjes in de oven op 220 graden. Er is zeker niks mis met Belgische klassiekers. Nu, ik denk dat de recepturen vaak wat zwaar zijn om ze elke dag te gaan eten. Maar je kunt heel goed zo een groente twist daaraan geven. Dus ik probeer inderdaad een Cahola's Kitchen twist daaraan te geven door extra groente te gaan verwerken op verschillende manieren. Dat kan zijn in een aardappelpuree die je gaat aanvullen met wat bloemkool of wat knolselder. Dat past perfect bijvoorbeeld. Door het meer veggie te gaan maken vaak. Want wij werken in België toch nog altijd met vrij veel vlees. Wat dat ook in een gezond eetpatroon toch een beetje een kleinere rol zou mogen krijgen, dat vlees. Dus Belgische klassiekers kunnen perfect passen in een gezond eetpatroon, maar het is wel fijn om na te denken over hoe kan ik ze een beetje groenterijker maken, een beetje meer plantaardig maken, eventueel een beetje lichter maken. Dan gaan we nu onze balkjes maken. Ik ga beginnen met goed veel bladpeterselie fijn te hakken, want die gaan erbij. Ik heb hier voor balkjes gekozen in dat pastagerecht. Ja, ik denk ook omdat ik mama ben van een kleuter. Dus je krijgt dat toch wel iets gemakkelijker verkocht thuis. En ja, Pieter-Jan, mijn man, dat was echt zijn favoriete kindergerecht. Dus ik zeg het, comfort food, dat dateert vaak uit onze kindertijd. Maar in Cahola's Kitchen natuurlijk met extra groente daarbij. Balkjes in tomatensaus zijn voor heel veel mensen echt wel een nostalgisch gerecht. Dus het is comfort food, maar het doet echt wel terugdenken aan die kindertijd ook. Maar voor mijzelf is dat eigenlijk een andere schotel. Ook wel echt iets Vlaams. Zo'n klassieker met een laagje puree, een laagje savoykool en een laagje gehakt. Waar dat ik dan ook een Cahola's Kitchen versie van heb gemaakt. Dat is de bedrichte boer. Mijn mama maakte dat altijd. En ik heb daar zelf ook een veggie en heel groenterijke variant van gemaakt. Dus ik heb toch de indruk dat voor veel mensen die Vlaamse klassiekers echt wel dat comfortfood gehalte hebben. Ziezo. Ik ga vegan gehakt gebruiken voor die balkjes. En ja, dat is een vleesvervanger natuurlijk. En die worden al een keer scheef bekeken door mensen, want dat komt uit een pakje. Maar veel van die vleesvervangers hebben echt fantastische voedingswaarde. Deze bijvoorbeeld heeft een heel hoog eiwitgehalte, is heel laag in verzadigd vet en is ook verrijkt met ijzer en vitamine B12, wat dat toch in een vegetarisch eetpatroon echt wel belangrijk is. Het is zeker zo dat er voedzame en minder voedzame varianten zijn, net zoals dat met gewoon vlees ook zo is. Gehakt is een bewerkte vleessoort en wordt eigenlijk in de voedingsdriehoek aangeraden om zo weinig mogelijk te consumeren. Dus die veggie variant is een fantastisch alternatief daarvoor.
We doen er onze verse peterselie bij en dan ook nog een aantal gedroogde kruiden. Een essentiële als je werkt met vleesvervangers is toch wel gerookt paprikapoeder. Heeft zo die unieke gerookte vleessmaak. En dat is wel een beetje de magie of het geheim om dat verkocht te krijgen ook aan vleeseters. Want dat is natuurlijk wel echt de bedoeling. Een halve theelepel gaat daarbij. Fantastische geur, fantastische kleur. En dan doen we er ook nog een theelepel tijm bij. Ook nog een snuifje cayenne. Kunt je eventueel ook vervangen door een ander pikant kruid of weglaten. Als je niet zo into pikant bent, mag dat gerust weg. Dan gaan we dat nu pletten met een vork. Goed proberen vermengen en dan kleine balkjes van draaien. Als je kijkt bij het veggie en vegan gehakt, dan heb je eigenlijk twee soorten. Dit is nu kneedgehakt. Zeer onaantrekkelijke naam, maar dekt de lading wel. Hier kunt je dus zelf vormjes van kneden. Maar ook een hele fijne is rulgehakt, zoals dat dan heet. Dat is precies al gebakken en ideaal en super, super handig om aan je spaghetti saus bijvoorbeeld toe te voegen of zo aan de chili sin carne. En dat zijn toch wel vleesvervangers die ik zelfs aan mijn schoonouders verkocht kreeg. Hier gaan we nu balkjes van draaien. En dat bindt dus van zichzelf genoeg. Je hoeft daar helemaal geen eitje of paneermeel of iets dergelijks aan toe te voegen. Zo werkt dat prima. Ik ben al 27 jaar vegetariër ondertussen. Dus ik eet wel af en toe vis, maar al 27 jaar lang geen vlees meer. Ik weet ook niet meer hoe het smaakt, om heel eerlijk te zijn. En het is begonnen wel als passie voor de dieren, als 11-jarige en dierenarts willen worden en altijd maar dieren willen verzorgen. Dus op die manier is het begonnen, maar het is echt wel uitgegroeid tot toch meer iets ecologisch. Ook thuis eten we eigenlijk hoofdzakelijk vegetarisch en plantaardig omwille van die ecologische redenen. En ik denk ook dat er heel veel makkelijke manieren zijn voor mensen om op die manier een steentje bij te dragen toch aan het milieu, aan de aarde en aan het dierenleed ook. Het is veel makkelijker dan je zou denken, want er zijn zoveel fijne alternatieven op de markt ondertussen. En dan gaan we onze balkjes goed bakken. Die ruiken zelfs al heel lekker, vind ik. Gebruik zeker een voldoende grote pan, zodat ze niet liggen te stomen naast elkaar, maar dat ze echt de ruimte krijgen om te bakken. En bij voorkeur anti-kleef. Zeker niet onmiddellijk mee beginnen prutsen. Laat ze even een korstje krijgen en dan gaan we ze een beetje omroeren. Laat ze bakken totdat ze een mooi, bruin, aantrekkelijk jasje krijgen en dan zijn ze klaar. Comfortfood heeft niet alleen te maken met wat er in dat gerecht precies zit. Dus je hebt ook die herinnering. Maar ik zelf eet dat echt wel het liefste. Weinig beschaafd, maar gewoon in de zetel. Met één vork uitprikken onder een dekentje. Ik vind als je gaat voor dat comfortfood, wentelt u daar dan volledig in. En zodat je lekker warm krijgt van binnen en helemaal terug opgeladen wordt. Ideaal voor een meer sombere dag bijvoorbeeld. Of als je zo'n keer nood hebt aan een warme knuffel in een kommetje, dan is dat perfect. En nu gaan we onze tomatensaus maken. En voor die tomatensaus werk ik met een tomatenpassata die al op smaak gebracht is met basilicum. Ik ben een ontzettend grote fan van zo geconserveerde tomaten. Omdat op die manier kunt u toch ook van die heerlijke vruchten genieten buiten het tomatenseizoen. Het is ook handig, het bespaart ons zoveel tijd en het geeft onmiddellijk zoveel smaak. Ik gebruik hier een brikje van 500 gram. Je mag dat er van de eerste keer allemaal bij doen. Om niets van die mooie tomaatjes verloren te laten gaan, nog een keer snel uitspoelen met een beetje water. Die passata gaan we nu aan de kook brengen en nog een beetje verder op smaak brengen met wat gedroogde kruiden. We gaan dezelfde kruiden gebruiken als die we al eerder gebruikt hebben in dit gerecht. En dat is heel bewust. Dat is eigenlijk om alles mooi te laten samenkomen. Een halve theelepel gerookt paprikapoeder. 1 theelepel oregano en nog een halve theelepel gedroogd basilicum. Ik doe er nog wat verse basilicum bij. Dat is zeker geen must, gewoon een leuke extra. De passata is al op smaak gebracht met basilicum, dus gewoon fijn voor als je het in huis zou hebben.
Tomatensaus kun je op zoveel verschillende manieren inzetten. Dus met pasta is natuurlijk een vrij klassieker. Maar gewoon bij andere groenten of bij een puree, denk aan opnieuw balkjes in tomatensaus met puree, is ook weer zo'n klassieker. Maar ik vind hem heel erg fijn, omdat er natuurlijk extra groenten in zitten. Hè. Dus je hebt een saus die absoluut niet zwaar is, die nog een keer extra groenten aanbiedt, zonder dat je dat doorhebt en die toch heel toegankelijk is voor zowel jong als oud. Dus tomatensaus vind ik zeker een topperke. Onze tomatensaus is mooi aan het bruttelen, dus nu kunnen we eigenlijk alles samenstellen. En van die groenten gaan we eerst 100 gram afnemen om straks onze hummus mee te maken. Die regenboog aan kleuren van die groenten is echt fantastisch en de geur van die look en specerijen doet mij al het water in de mond krijgen. Zo'n 100 gram ongeveer. Alles door elkaar, ui, pompoen en paprika. En dan gaan we nu de rest in onze passata doen. En dan nu de balkjes erbij. Die zijn goed stevig, dus die gaan niet zomaar uit elkaar vallen. Nu roeren we alles om. En als je wilt, kun je het op dit punt apart bewaren of zelfs invriezen. Dat begint hier al mega goed te ruiken. Zo'n toegankelijk gerecht echt. Tot slot gaan we nu nog de pasta erbij doen. En dat doen we bewust helemaal als laatste, zodat die zeker niet uit elkaar gaat vallen. Ik ben aan weinig dingen zo allergisch als aan overcooked pasta. Dit is echt comfort food. En dan is dat klaar om te serveren. Ik ga dat afwerken met een klein beetje rucola en natuurlijk een beetje Parmezaanse kaas. Zie een keer af. 100% veggie, 100% comfortfood en gewoon mega, mega goed. Krijg je sowieso verkocht aan een groot publiek. Ik weet in elk geval dat ik er thuis mee ga scoren. Een eerste test met de balkjes. Gaan ze blijven plakken of niet? Ik moet er dus echt aan denken om alles op te schrijven, want anders vergeet ik dat gewoon. We blijven nog redelijk mooi heel. Oké, benieuwd. Kijk. Benieuwd hoe dat Pieter Jan ervan vindt. Oké, de pasta met pompoen en balkjes. Pieter Jan, wat vinden we daarvan? Lekker. Goedgekeurd. Yes. Ik ben van mening dat een mens nooit genoeg humusrecepten kan hebben. En ik ga vandaag voor jullie een heel verrassende, smaakvolle variant maken met die geroosterde pompoen en paprika van daarnet. Die hebben we hier al klaarstaan. We hebben natuurlijk ook kikkererwten nodig. Die gaan we eerst goed spoelen onder koud stromend water. Gewoon om dat extra vocht en dat zout ervan af te spoelen. Ik ga hier nu de kikkererwt gebruiken, dat is klassiek. Maar je kunt zeker ook andere peulvruchten, zoals bijvoorbeeld witte bonen, gebruiken in een hummus. Dat geeft ook een heel, heel romig resultaat. Als je een hummusassortiment wilt maken voor een aperitief, wat altijd ook een leuk idee is, dan is rode biet een hele dankbare. Zelfs zo die voorgekookte rode bietjes die je vacuümverpakt in de supermarkt kunt kopen. Gewoon, je hebt er dus geen extra werk aan. Gewoon mee mixen met je kikkererwten of met je witte bonen en je krijgt een onwaarschijnlijk prachtige kleur. Lekker verrassend, staat ontzettend mooi op een tafel. Maar ook heel toegankelijk is als je een tomaat, een volledige tomaat met wat verse basilicum doorheen kikkererwten mixt, is zo dan die mediterrane smaken die je gaat opzoeken. En heel toegankelijk voor een groot publiek ook wel. Die gaan we dan in onze foodprocessor doen. Het vocht van de kikkererwten heb ik nu weggespoeld. Maar je kunt dat eigenlijk ook wel gebruiken als een vegan vervanger voor opgeklopt eiwit. Aquafaba heet dat. Je kunt het zelfs invriezen. Dus op die manier heb je het altijd in huis. Uiteraard gaan hier onze geroosterde groenten ook bij. De pompoen, paprika en ui. Daar gaan we 75 ml water aan toevoegen. Hier gaan we nog 1 eetlepel olijfolie aan toevoegen. En ook nog 1 eetlepel tahin. Of tahini. Er worden eigenlijk twee namen voor gebruikt. Dat is dus een sesampasta.
Nu, als je daar niet zo fan van bent, want dat heeft een licht bittere smaak, dan kun je dat gerust vervangen door amandelpasta, die wat zoeter is. Dan ook nog het sap van een vierde citroen. En dan onmisbaar natuurlijk de specerijen. Ik kies hiervoor Marokkaanse ras el hanout. Dat is een kruidenmix met komijn onder andere erin, koriander, kurkuma, een beetje kaneel en cardamom. Brengt u dus helemaal naar die Marokkaanse sferen. En daar doen we 1 theelepel ervan in. Die mix is trouwens ook super lekker bij couscous, bij geroosterde groenten. En natuurlijk ook nog een beetje peper en zout. En dan gaan we die mixen tot een heel gladde, romige hummus. De kruiden zijn ontzettend belangrijk in Kaola's Kitchen. Dat is een beetje het Vlaamse ook dat ik daar wil doorbreken, want we zijn in Vlaanderen toch nog altijd vooral peper en zout en dan een toefje peterselie. En daar eindigt het zo ongeveer. Maar ik denk dat we daar echt heel veel inspiratie kunnen halen uit andere culturen. De Midden-Oosterse cultuur bijvoorbeeld, de Aziatische cultuur. Dus ik vind het ontzettend fijn, ook in een hummus, om met dan die echt sterke smaken te gaan werken. Dat kan vrij klassiek zijn ook, of vrij provençaal, zoals een basilicum met dan tomaat. Maar die klassieke hummus neigt toch altijd naar komijn, naar eerder die Midden-Oosterse, Marokkaanse smaken, die daar ontzettend goed bij passen. Dat is super lekker. Ik ga nu enkele toppings voorbereiden om die hummus te serveren als lekkere dip. En dat is onder andere bladpeterselie, granaatappelpitjes en pistachenoten. Ik maak thuis zelf ontzettend vaak hummus. Vooral voor Isaac. Dus Isaac is gek van hummus. Ik mag er wel niet te veel speciaals in steken. Dus met de pompoen en de paprika, hij ziet onmiddellijk dat dat een andere kleur heeft en dan gaat hij iets meer sceptisch zijn. Maar een gewone klassieke hummus zonder die extra groente erin staat bij ons thuis dus ontzettend vaak op het menu. Ik vind het wel voor mezelf heel erg leuk om daar net wat specialere dingen in te gaan verwerken. Om te spelen met die smaken en ook met texturen. En dan kunnen we onze hummus presenteren. Eerst een beetje van onze hummus. En dan werken we af met al die mooie kleurtjes. Een beetje bladpeterselie. Lekkere crunch van onze nootjes. En tot slot die mooie, mooie, mooie granaatappelbitjes. Een hummus is natuurlijk niet alleen een lekkere dip, maar ook een geweldige boterhamspread. Dus ik ga deze even overbrengen in een bokaal. En je kunt hummus ook invriezen. Als het zo wat veel is om in 1 keer op te eten, dan kunt je dat perfect in de diepvriezer bewaren. Bij het ontdooien kan dat een beetje de textuur verliezen, maar als je het dan nog een keer goed doormixt, dan is hij gelijk nieuw. Ziezo. Ik weet in alle geval al wat ik op mijn boterham ga eten en ook voor jullie smakelijk. Top, een beetje vooruit. En een kommetje een beetje achter. En die ligt hier. Hop. En? Lekker? Ja. Een komkommertoastje met hummus. Santé! Ik hoop dat jullie zin hebben gekregen in die balkjes en die hummus. Als jullie ermee aan de slag willen gaan, dan vind je de recepten op njam.tv. Laat ons zeker weten wat je ervan vond. Tot de volgende!